Dylan. Hé, hey, Wieteke. Huh? Wat doe jij nou hier? Nou, wonen. Oké. Okay. Chill huis. Ja, ik ben niet anders gewend. Wil je wat drinken? Je had toch een pakketje dat bezorgd moest worden? Ja, die ligt binnen. Oké. Okay. Ik wacht wel eventjes hier, dan kan ik meteen door. Oh, kom binnen, joh. Krijg je een rondleiding, lekker drankje. Ik heb echt heel veel klanten, gaat me niet lukken. Alleen een drankje kan toch wel? Kom. Wauw. Wat wil je? Sap? Ik kan thee voor je maken, cola of een smoothie. Ik ben heel goed in smoothies maken, wist je? Ik moet echt door, sorry. Je hebt vast hartstikke dorst van al dat fietsen. Een drankje kan toch wel? Oké, doe een glaasje water alsjeblieft. Echt geen smoothie, heb ik zo gemaakt. Dankjewel. Oké. Wil je er misschien wat ijs in of een schijfje citroen? Nee, hoeft niet. Waar is dat pakketje? Dankjewel. Het komt zo. Zo, je hebt dorst? Het had toch heel veel spoed, zei je? Ja, klopt. Mijn vader zit in een belangrijke vergadering en hij had geen tijd om het zelf op te halen, dus vandaar. Nou, mooi. Daar zijn we voor, dus kom op. Dan breng ik het meteen weg. Ja, ik had al gehoopt dat jij zou komen. Ja, ze sturen me altijd als ze spoed heeft, dus ja, ik kan heel hard fietsen, dus daarom. Oh, goed om te weten. Als ik nog een keer een spoedje heb. Je hebt toch wel een pakketje? Ja? Ja, ik pak hem wel even. Hier, het is heel belangrijk en nogal breekbaar. Oké, nou, ik zal er heel voorzichtig mee doen. Ja. Gaat helemaal lukken, het wordt 35 euro. Ja. Ja. Yes, oh, 15. Precies. Stop, kom voor de bakken. Ja, ik laat je wel even uit. Hallo. Pap, wat doe jij nou hier? Meneer Vrijbergen. Ja, hallo. Alsjeblieft, ik wou dit naar daar toe brengen. Is iedereen weer blij? Dankjewel. Doei. Wat moet je eens voorstellen? Ik dacht dat jij moest overwerken, dat je pas heel laat thuis kwam. Mijn laatste vergadering ging niet door, dus ik ben eerder thuis. Dat is toch gezellig? Mam. Ja? Wat vind je van deze foto? Mooi. Zie je niks samen? Wat bedoel je? Je weet toch wel wat ik bedoel? Zie je iets aan me? Nee. Ik zie helemaal niks. Ja, ik zie een mooi meisje. Juliette vond me namelijk een optische illusie. Maar wat? We moeten voor natuur kunnen nadenken over hoe we dingen waarnemen. En over optische illusies. Dus over dat de dingen soms anders zijn dan ze lijken. Ja. Dus als Juliette mij een optische illusie vindt, zegt ze eigenlijk dat ik niet ben wat ik lijk. Nou, wacht even, dat zei ze toch niet? Nee, maar dat bedoelt ze wel. Nou, waarom vraag je het er niet gewoon? Ja, dag. Ja, dan weet je wat ze bedoelt. Ja, maar we zijn net een beetje vriendinnen aan het worden. Nou, nog een betere reden. Echte vriendinnen vertellen elkaar de waarheid. Of we doen het over dieren in de bio-industrie. Dat deed mijn vader toch net als voorbeeld. Lekker origineel. We moeten zelf wat verzinnen. Nou, laten we gewoon alle ideeën opschrijven. En dan kiezen we later uit welke we gaan doen. Oké, okay, dan mag jij het opschrijven. Aangezien ik een lelijk handschrift heb. Geen probleem. Of word je daar te moe van? Kauwgompje? Ja, dat shirt dat kan ik nu dus weggooien, hè, dankzij jou. Dan geef je het aan mij mee. Ik weet echt een supergoed trucje waardoor... Nee, jij hoeft dat niet te doen. Deze schone slaper hier mag het fixen. Ja, nou, mij maakt het echt niet uit, oké? Okay? Dus, kunnen we nu alsjeblieft weer even focussen op de opdracht? Oké, Jip, jij had Shirley niet in die kauwgom van moeten laten lokken. Wat? Maar ja, en Shirley, jij moet niet de hele tijd kauwgom in Jip's mond proppen. Ik probeer hem alleen maar wakker te houden. Ik wil wel actietheater doen over mensen die niet weten hoe ze andere mensen moeten helpen. Of over mensen die niet begrijpen hoe irritant ze zijn. Ja, dat is het. Oké, jongens, ik heb echt een supergoed idee voor het actietheater. Ja, het wordt superleuk. Wat ben je aan het doen? Hey, alvast wat ideeën op papier aan het zetten.
Hey, wat je gisteren zei over mijn foto? Mm-hmm. Dat ik een optische illusie ben? Ja, dat is toch ook zo? Wat bedoel je? Dat snap je zelf toch ook wel? Ik bedoel, waarom zeg jij dat? Omdat een foto altijd een optische illusie is. We zien je wel, maar je bent het niet echt. Het is een plaatje. Je ziet een plaatje en je vult zelf in dat het iemand is? Precies. Nooit over nagedacht, maar goed punt. Kijk. Dit dingetje. Dat is goed, hè? Nee. Top kwaliteit, jongen. Ik heb al best wel veel actiefilmpjes mee gemaakt ook. Oh. Goed, hè? Oh. Hey, Willem. Nog bedankt voor gisteren. Stom dat mijn vader er ineens zo snel was. Nee, joh. Voor niks hard gefietst. Maakt niet uit, dat is mijn werk, joh. Doe ik altijd. Jammer dat je zo snel weg moest. De volgende keer krijg je echt een smoothie van me, oké? Is goed. Kill, let je wel op? Ja, tuurlijk. Dit kunnen we goed gebruiken voor de opdracht van meneer Ophem. Oh. Wat vind je hiervan? Ah, nee. Nee, nee zeker niet. Nee. Deze? Hmm. Nee, doe even normaal. Nee, no, oké. Okay. Oh, en goed, hoor. Deze. Yeah? Oh, die zijn best wel vet. Mm. Ja, toch? Heb er nog meer? Oh. Tadaa! Padam! Kijk naar Lenny! Kijk dit! Ik kan niet slapen! Jip? Hey, Jip, gaat het? Ik ben er weer. Ik ben er weer. Ik ben er weer, oké. Ik ben oké. Nee, nee, je bent niet oké. Misschien is het gewoon even beter als je gaat slapen voor de les. Ben je ook wat fitter voor actietheater? Supergoed plan. Nee, nee. Dan nemen wij dit mee naar boven en dan ga jij gewoon nog heel even slapen. Oké. Okay. Je tijd bestaat. Tijd bestaat? Ja! Ophem zegt net dat het een illusie is. En daarom moeten we gaan bewijzen dat hij het fout heeft. Hoe dan? Meneer Topstra, was goed? Ja, prima. Ja, Dylan en ik hebben een fantastisch idee voor de opdracht van meneer Ophem. Ja, nou, fantastisch. Ja, fantastisch. Een klein probleempje. Vertel. Nou, we willen de boot gebruiken en willen een camera erin zetten. Oh nee, geen sprake van. Het is een schoolopdracht. Nee, maar ik ben duidelijk geweest. De boot is voor jou verboden toegang en daar heb je het zelf helemaal naar gemaakt. Wat lach je? En nu? Zie je jongens dat? Ja. Die gaan bewijzen dat dat bestaat. Wat ga je nou allemaal doen, man? Oké, dus als Shirley en ik dit doen, dan moeten jullie allemaal gaan slapen, oké? Ja, zo dus. Snap je? En wanneer moeten we dan wakker worden? Als ik zeg actie. Mevrouw, waarom bent u hier zo vroeg? Wat is hier de bedoeling van? Tijd voor wat actietheater! Onze actie gaat over gerechtigheid. Over meer slaaptijd. Want wij zijn pubers. En pubers kunnen niet zo vroeg functioneren. Dat is wetenschappelijk bewezen. En daarom eisen wij eerste en tweede uur vrij. Anders houden we het niet vol. En worden we super irritant. Actie! Ja! Jip. Jip. Oké, misschien een beetje stom dat Jip er niet bij was, maar we konden niet anders. We moesten echt beginnen toen opeens mevrouw de wind binnenkwam lopen. Jip dacht er echt anders over. Wil je zien hoe die reageerde? Ga dan snel naar spangas.nl.